Ja, we moesten even verreizen natuurlijk om bij de man te komen die een eind maakt aan zijn carrière. Daar gaan we zo dadelijk mee praten natuurlijk. In gesprek met. We zijn hier in Dronten, speciale zaak waar hij werkzaam is. Maar hij woont in de gemeente Oldebroek. We praten hier met Jan Maarten Rijderman. Jan Maarten, ja, het was even zoeken, maar we hebben je gevonden. <laughs> ja, nou, het is op zich wel makkelijk vinden. Gewoon bij de ijsbaan in Dronten. Ja, dan ben je werkzaam. Wat is je functie binnen dit bedrijf eigenlijk? Binnen de schaarskliniek, zoals ik dat zeg? Nou, van alles. Ik werk in, in de sportschool, daar geef ik ja, personal training, noemen ze dat. En ik werk hier in de fietswinkel, daar zijn we nou. En ja, ik geef ook schaatsles, ik doe fietsmetingen, maximaal testen. En ik werk in de schaatswinkel. En ik geef ook aan jeugd ja, zeg maar, fietstraining, skilletraining, schaatstraining. Ja, we gaan natuurlijk voordat we verder praten voor de toekomst even terug in de tijd. Je hebt besloten om een eind te maken aan je carrière. Ja, je bent de jongste niet meer. Je was de oudste ook trouwens in het peloton hè? Ja, 42, de oudste ja. In het verleden was Henry dat. Die, was, uh, die ging zelfs tot 47 door. Maar uh, ja, ik stop er iets eerder mee. Waarom de keuze om uh, nu een, een punt te zetten achter je carrière? Ja, je hebt gewoon overal een tijd van. En ik heb een mooie tijd gehad en... Uh, ja, ik ga me volgend jaar me richten op, uh, op training geven aan de jeugd en zo. En uh, ik vond dit jaar nog heel mooi om te doen. Maar uh, ja, het is echt uh, ja, goed geweest, zeg maar. Kon je nog bij sloffen? Want het gaat er hard aan toe, hè, tegenwoordig. Ja, ik rijd op zich nog uh, best lekker. Ik zat afgelopen zaterdag nog in de kopgroep. En uh, toen werd ik achttiende. En op de alternatieve Elfstedentocht in uh, Oostenrijk werd ik 11e. Dus op zich uh, ja, rijd ik nog best wel lekker. Maar het, uh, ja, op een gegeven moment dan... Uh, nou, in ieder geval vind ik het wel mooi dat ik dit jaar nog lekker rijd. Omdat ik er nou uh, nog even van kan genieten, zeg maar. Ja. Hoe kijk jij terug op jouw, uh, jouw schaatscarrière? Je bent uh, ja, begonnen... Je werd geprikkeld door, door een aantal rijders. Wat, wat voor favorieten had je toen voor jezelf in die tijd? Toen je begon met de marathonschaatsen. Ja, toen ik begon had je René Ruitenberg, Iep Kramer en zo. En uh, op een gegeven moment werd Cédric Michaud... Uh, dat werd, uh, werd een hele goeie. En... Uh, ja, zoals nu heb je jongens als Jorde Bergsma en Bob de Vries. Dat waren natuurlijk ook hele mooie tijden. Want marathon en marathon, tegenwoordig toch wel aardig veranderd, vind ik persoonlijk. Ja, nou ik geniet er nog steeds van. Het is, uh, ja ik vind het gewoon een mooie sport en, uh, en er komt van alles bij kijken. Kijk, we rijden op kunstfeestbanen zoals hier in dan, maar ook in, in Amsterdam of Heerenveen. En je hebt dan, uh, je hebt ook een baan als Flevonijs uh, nice erbij. En je hebt ook, uh, kijk, als er geen natuurreis is, gaan we naar Oostenrijk of uh, nou zitten de jongens in, uh, in Zweden. Dus dat, uh, ja, het is van, je hebt van alles wat. Dus dat is, ja, uh, yeah, wel mooi afwisselend zeg maar. Hoeveel overwinningen heb je wel uh, in totaal bij elkaar uh, geschatst? Nou, ja, in ieder geval op kunsttijs 77 en nog, uh, ja, en ook nog heel wat op natuurreis. Ja, en heel wat mooie titels ook, hè? Ja, op zich wel, uh, ja. <laughs> ja. Dus dat was een feestje bouwen. Wat, wat is nu de reactie vanuit het skaartspiloton geweest dat jij bekend maakt dat je stopt met marathonskaatsen? Zeiden ze van nou jammer dat je gaat of zeggen ze nou een goede beslissing? Nee, oh, kijk, uh, ik, ja qua leeftijd, kijk sommige, tenminste met sommige jongens uh, daar kan ik gewoon goed mee opschieten en die, uh, die vinden het misschien jammer. maar. Uh, Okay, de, het is nu uh, weer tijd voor, voor de jeugd. Er is ook uh, een rijder, Christian Grigolet, die neemt waarschijnlijk mijn plek uh, volgend jaar in, hoop ik. En die is, uh, ja, die is blij met dat er weer een plekje vrijkomt, zodat hij weer uh, door kan stomen naar de Aas. Je hebt uh, een uh, voorbeeldfunctie eigenlijk, want je zegt het al zo mooi: je gaat de jeugd begeleiden in de toekomst, dat zijn je plannen. Vreemdenhuis is daar ook een geweldige gelegenheid voor, ook de baan hiernaast, trouwens de kunstheidsbaan. Ga je daar ook, ook verder borduren of wat zijn de plannen? Ja, Lammet Grootonk is hier uh, de stuwende kracht uh, in Dronten bij de ijsbaan en uh, de winkels hieromheen. En die, uh, ja, die heeft echt als doel met, uh, ook met de jeugd uh, gewoon verder te krijgen met name op lange baangebied. En ja, zoals het, vorig jaar waren er vijf jeugdleden die naar het Nederlands pupilletoernooi mochten. En dit jaar uh, hebben we bij ons bij de vereniging al, uh, al tien pupillen die naar het pupillentournooi heen mochten in uh, Groningen. En ja, Lammert wil volgend jaar ook uh, ja, zeg maar, uh, ja, echt, een, echt een selectie uur krijgen. Dat je nog weer een stap vooruit kunt maken. Dus uh, ja, en het komt voor mij in principe net goed uit dat ik volgend jaar stop. Omdat ik dan ook uh, ja, wat papieren kan halen voor, uh, voor trainerschap en dat soort dingen. Dus. Uh, ja, en volgend jaar willen we ook qua training willen we nog een beetje uit gaan breiden. Zoals de jeugd, die fietst, die, fiets, die, die schaat en skielet. Maar we willen ook ja, dat ze in de winter gaan mountainbiken, dat ze de conditie wat goed onderhouden. En heb ik dan, ja, dan krijg ik daar iets meer ruimte voor om dat ja, hopelijk op te pakken. Ja, we kunnen dan zeggen dat de Allebroeken jamaten helemaal niet zomaar wegloopt. Je blijft gewoon lekker nauw betrokken bij de tak van sport. Ja ik, heb, uh, ja, ik heb in ieder geval hier bij het werk uh, in, uh, in heb ik echt geluk gehad met Lam het Grootonk. Omdat die, uh, ja, die heeft als passie heeft hij ook gewoon het schaatsen. En die wil met de jeugd uh, wil die ook gewoon verder zien te krijgen. Gewoon een maximale eruit halen eigenlijk. En ja, dat is gewoon ontzettend mooi als je daarin uh, mee mag werken. Zeg maar. Even terug in de tijd nog even samen. Wat is het moment dat je zegt: van Dit zal ik nooit vergeten in mijn carrière, wat ik heb meegemaakt binnen de marathon -wereld. Ja, gewoon allemaal momenten. Ik weet, op de wijze zee dat je, dat je lekker hebt gereden. Ook uh, kijk, wedstrijden als noord laren uh, Veenoord, uh, als het begon te vriezen. En dan uh, maar ook gewoon uh, ja, ook de trainingen in Oldenbroek Ik zat vroeger uh, bij de weekamp ploeg en was ook gewoon, hebben we hebben echt een mooie tijd gehad met jongens uh, uit de buurt. Er uh, zat Gert-Henry Ruitenberg en Jan Wiebelast uit, uit Zwolle. En dan trainen we één keer in de week in, in Oldenbroek en dan uh, was je aan het skileren of aan het fietsen. Ja, het was gewoon uh, ja, fantastisch, mooie training en een mooie tijd hebben we toen ook gehad. Kun je ook merken nu inderdaad dat natuurreis een beetje, ja, is jammer genoeg natuurlijk. We, we hebben niet het weer in de handen, gelukkig, want dan zou het jammer wat zijn. Maar we missen toch een aantal jaren een natuurreis. Kun je dat ook merken bij, bij de komst naar de banen en dat soort zaken? Ja, op zich natuurreis. Uh... Het zal sowieso goed zijn. Uh, ook voor de jeugd en zo is het natuurlijk ook mooi dat jeugd uh, kan schaatsen. We hebben alleen, uh, we de afgelopen zes jaar hebben we wel veel natuurreis gehad. Het is echt uh, de laatste twee jaar dat het echt uh, weinig is. Dus uh, ja, ik hoop. Uh, wat ik zo wel mooi zou vinden is dat we volgend jaar weer uh, gewoon een mooie winter krijgen. Op, op net de elfstedentag. Oh ja, elfstedentag maar ook. Uh, ja, ook van die mooie momenten. Weet je, als je op Velu meer, tenminste als het vriest, en je kunt op het Velu meer schaatsen. Ja, dat is gewoon uh, gigantisch mooi. Dan uh, daar, uh, zet je de auto aan de zomerdijk en je loopt door het weiland langs de rietkragen en je stapt het ijs op. En uh, ja, als het dan mooi weer is, dat is gewoon uh, echt genieten, zeg maar. Ja, dat stimuleert natuurlijk ook de mensen om te beginnen eigenlijk, een beetje weer met schaatsen. Ja, en het, ja, het is met name voor de jeugd. Tenminste, je hebt, uh, ja, die kunnen dan, gewoon de kinderen die, uh, die nog echt weinig hebben geschaatst. Ja, daarvoor is het uh, extra mooi. Wat ik wel leuk is om jou te vragen is, heb je nog iets wat je zegt, ja die kans heb ik uh, ondanks alle overwinningen toch gemist. Dat had ik graag gerealiseerd uh, gezien. Ja, ik heb wel eens gedacht, ja, toen met de Alstede-tocht. Ik, ik reed een week tevoren uh, NK 100 kilometer en de, toen zat ik echt helemaal kapot aan het eind. Dus toen dacht ik van, oh die 200, uh, dan moet ik echt voorzichtig, ik wou hem gewoon kost voor kost uitrijden. Alleen achteraf... Uh, Wist ik niet dat als je een week van tevoren zo kapot gaat, dat je, als je daarvan herstelt, dat je echt veel beter uh, daarvan wordt weer. En toen achteraf, ja, ik heb Kramer die haalde me met al -Zeden -tocht in tocht donker in en Ruud Borst. En ik ben toen echt voor het uh, uitrijden gegaan. Alleen achteraf, uh, ja, had ik uh, achteraf gezien, als ik het over had mogen doen, was ik met die lui uh, van tevoren En Ik kwam op een gegeven moment in de derde groep. Ja, en daar gebeurt het net niet zo, zeg maar de eerste twee groepen, daar gebeurt het. En als wedstrijdrijder wil je daar graag bij zitten. Maar het was een mooi, ja, het was in ieder geval een mooi evenement. Ja, we waren daarbij, die slag, ja. We dachten ook bij onszelf, Jan Maarten, Jan Maarten, wat doe je toch? Nee, ja, ja, maar het was gewoon prachtig mooi om, uh, om in ieder geval mee te maken. En ik dacht toen ook van, uh, nou, ik heb hem mooi meegemaakt, dan weet het voor de volgende keer. Alleen die volgende keer is nooit weer gekomen. Misschien nu een kans om gewoon met de toerijders mee te kunnen. Ja, precies. Maar ik kan ook wel zeggen, ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik mag wel met de toerijders meedoen, ik ben lid, maar uh, dat, uh, dat zien we dan wel weer. Laat je de wedstrijden allemaal liggen nu? Of zeg je van ik pik nog eens een B-wedstrijdje mee? Nee, ik stop er helemaal mee. Sommige jongens gaan bij de B-rijders rijden, of, uh, of ja, ik mag zelfs bij de veteranen meerijden. Maar uh, nee, ik, uh, die wedstrijden laat ik helemaal schieten. En wat ik wel uh, ga doen, ja, ik mag dan. Uh, ja, ook uh, samen met Lammert Groot ook training geven aan, uh, aan wat jeugd. En dan. Uh, ja, dan Lammert geeft ook soms aan wat, wat we moeten doen. En dan moet ik bij uh, met een groep maar vaak meeschaatsen. En dan uh, soms op kop rijden of uh, aanwijzingen geven. En dan, uh, ja, op die manier blijf je lekker bezig en uh, kun je lekker schaatsen. En uh, ja, dat is gewoon, uh, gewoon mooi. Wat ook een mooie bijkomstigheid ja, bij is dat de Jan Maarten Hedeman bokaal. Ook centraal staat. Zolang als je al actief bent op de schaar, maar straks ook nog. Ja, dus hier in de wedstrijd in Dronten. En ja, ik ga ervan uit dat hij volgend jaar weer op de klender komt te staan. En ja, het lijkt me ook wel leuk om een keer aan de kant staan te kijken. Ik heb zo'n kleine 20 jaar van dicht bij de wedstrijd meegemaakt. Maar het is ook mooi om aan de kant te staan en zonder spanning gewoon te genieten. Ja, dan mag je de bokaal zelf uitreiken. Oh, dat weet ik niet, maar ja, daar heb je dan tijd voor. Ja, daar heb je in ieder geval tijd voor, dat klopt. Wat, wat wil jij in de toekomst nog gerealiseerd zien, Jan maat, Maarten? Wat, wat heb je nog voor ogen? Ja, het lijkt me heel mooi om hier met de jeugd uh, aan de gang te gaan en dat die uh, nog weer een stap hoger komen. Bij, uh, en dat ze ook, uh, ja, we hebben nu heel veel pupillen op het Nederlands toernooi. Maar dat als ze wat ouder worden, dat ze ook uh, ja, nog verder komen. En er zitten echt een paar, uh, ja, gewoon hele goede talenten tussen. Ook waar de top van Nederland bij de pupillen. Dus als die wat verder komen, lijkt me mooi. En uh, ja, wat ik hier ook doe, ik heb hier een ruimte, een behandelruimte. Van de oorsprong ben ik uh, fysiotherapeut. En hier de, ja, ik doe hier fietsmetingen, maximaal testen. En af en toe ook mensen behandelen met, uh, met rugklachten of wat dan ook. Dus dat, uh, ja, als ik daarmee aan de gang kan gaan volgend jaar, of tenminste dat wat uitbreiden, dat, uh, ja, dat lijkt me super. Heel ja, mooi Jan Maarten Ik, ja, Fijn dat we hier even mochten zijn, natuurlijk. Ook mooi dat we even konden praten weer over het verleden. Zeker jouw toekomstplannen. Uh, tot slot uh, heb je rijders uit, uit de regio en ook binnen de gemeente Alderbroek, die zeggen: van die kunnen we in de toekomst misschien nog wel eens verwachten in de marathonwereld. Ja, jongens die er al zijn, ik bedoel Jan Korenberg, uh, die rijdt echt gigantisch goed van voren. Ruben Wiebrink uh, uit Elburg, die, uh, die echt uh, ja, goed meedraait. Dus uh, talent, uh, talent is het wel. En uh, ja, ik, de eerste overwinning verwacht ik eigenlijk van Jan Korenberg. Want die, uh, die, uh, ja, die zit er al heel kort op. Ja, heel dichtbij hè? Ja, en die, uh, ja, die, die wil ik ook graag. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja Maarten Eijdenman, bedankt voor al je mooie jaren. Namens ons allemaal, namens de, ja, de hele, alle inwoners van de gemeente Alderbroek. Dat we mochten genieten van alles. Maar ik wens je ook heel veel succes in de toekomst. En dat de missie gezagd gaat worden. Dat we nog veel gebruik kunnen maken van het tak van Schaatsen. Ja en wat wil jij tot slot nog zeggen tot de kijkers? Oh niks, maar, nou of niks. Ik zou het mooi vinden als ze hier komen schaatsen en dan, uh, dat ik ze hier kan ontmoeten zeg maar. Je wilt ze graag, Quintus Nova hebben. Ja, het is nou Lesje uh, vroeg... Dus Dat is de speciale naam. Ja, vroeger was het Quintus Nova en is toen een tijdje dicht geweest. En nu is het uh, Lesje sinds de uh, ja, afgelopen vijf jaar, zeg maar. Nou, bij deze dan, hè? <laughs> ja. Dankjewel. Oké, okay, bedankt.